En vandaag, de tipfotografie, vandaag is sluitertijd. Dus de minimale sluitertijd die nodig is om een foto te maken uit de hand, zonder dat je foto volledig bewogen is. Dus als je sluitertijd te lang is, denk aan een minuut bijvoorbeeld, dan zal het bewegen van je lichaam maken dat heel je beeld wazig is. Dan heb je niet een onderwerp dat beweegt dat wazig is, maar de omgeving schept, dan heb je echt alles wazig. Dus zelf dingen die volledig stilstaan in beeld zijn wazig. De tip daar is, als je wil vanuit de hand fotograferen, zonder dat die beweging van je lichaam zich vertaalt in onscherpte, bewegingsonscherpte, dan is de truc van een sluitertijd te hanteren van één gedeeld door de brandpuntsafstand van je lens. Dus heb je een 50 mm lens, dan is dat een 50ste van seconde. Ja, afgerond de 60ste van seconde. Is dat een 35 mm lens, is dat een 35ste van seconde. Dus dan kun je al lager gaan. Dus dat betekent ook inderdaad dat je met groothoek kunnen die een lage sluitertijd nemen. Omgekeerd ook met een telelens moet je een hogere sluitertijd hanteren. Dan als je bijvoorbeeld kijkt, en dan past ons trucje terug toe, een telelens van 200 mm, dat is een sluitertijd van minimaal een 200ste van een seconde om uit de hand te fotograferen. En zoals gezegd, korte tips, dus daarbij is deze video al gedaan. Dank u en tot de volgende. Tips komen sowieso meer dan de wekelijkse video. Ik zal zien hoe ik dat juist in mijn kanaal kan verweven, maar verwacht u wat meer tips.